We zeilen van het superyacht-eiland Antigua naar het verwoeste eiland Barbuda. Onderweg lekker chillen, wat klusjes doen en bizar mooie stranden. Oké, we liggen in een haven met allemaal superjachten en op het superjacht achter ons zitten twee jongens. Die probeerde Heidi te versieren met live muziek. Ik zal het even laten zien. Zit ze hier te versieren? Wat zeg je? Huh? Zijn ze hier aan het versieren? Nee. Wat hoor ik voor muziek? Kun je alsjeblieft weggaan? Wat dan? Dit is hè? Dit is de leiding van de dieseltank. Hij is bijna vol. Ik ben hem aan het vullen in de haven en dit is de eerste keer in de haven dat ze gewoon diesel aan de steiger hebben. Hier in de steiger loopt gewoon een dieselleiding, echt bizar. En ze hebben dan een tankwagen, een slang die sluit ze daarop aan. En dan kunnen ze op elke gewenste plek kunnen ze je diesel geven. We gaan dit heerlijke plekje weer verlaten. We lagen hier dus in Palmac Marina. Als klein minibootje tussen alle grote boten. En nog gaat ze ook. Dankjewel, Marina. En nu gaan we de zee op richting Jolly Harbor. Maar wat gaan we daar doen? Wij gaan vieren dat wij 3 jaar getrouwd zijn. We gaan lekker uit eten. Kijk hoe wit dat zand is. Small. Living on the edge. Ik moest even naar binnen rennen om de motor aan te zetten. En als ik niet de motor had aangezet, waren we misschien tegen die rots aangekomen. Daar. Nadat we ons huwelijk hebben gevierd op Antigua, zeilen we door naar het volgende eiland Barbuda. Deze twee eilanden horen bij elkaar, maar zijn totaal verschillend. We komen net aanvaren bij Barbuda. En ik denk dat Barbuda onze meeste off-the-grid bestemming is. Allemaal voor onszelf, maar aan de andere kant ziet er ook wel gewoon alle lege gebouwen en geen ramen meer nergens in en allemaal palmbomen omgevallen. Het ziet er ook wel een beetje sip uit. Vorig jaar met de orkaan is het eiland volledig verwoest, althans alle huizen, dus er woont niemand meer. En de enige mensen die hier volgens mij komen zijn wat zeilers. Gaan we denk ik hier nog samen genieten van een paar dagen op het strand. Dan gaan we naar Sint Maarten, dan gaan we klusjes doen en dan ga ik naar huis. We hebben weer een klusje aan boord. Hieronder komt op een of andere manier water onderdoor. Ik heb hem al losgemaakt. En dat merkte ik binnen in de kast. Kijk, hier zie je ook de lagen van het dek. De volgende keer zetten we via het kleine eilandje Sint Barts koers richting Sint Maarten. Hier blijkt ons voorgenomen plan met de reis toch anders uit te pakken.
vanwege het weer hebben wij besloten om het nog even uit te stellen. Dus we zijn nog even op Sint Maarten. Kijken hoe we hier ons gaan vermaken. Maybe let's take a drive, take a drive.